Een dode en veel schade en overlast door de juli-storm die over Nederland trekt. Op veel plekken was het gevaarlijk door de harde wind, afgewaaide takken of omgevallen bomen. En verder in het nieuws vandaag. Voor de tweede nacht bombardeerde Turkije doelen van IS in Noord-Syrië. Maar ook de Koerdische PKK werd onder vuur genomen in Noord-Irak. En Obama bezoekt Kenia en vangt bot bij zijn pleidooi voor homorechten. Goedenavond. We beleven de zwaarste zomerstorm in ruim een eeuw. De hele dag is er overlast en schade in ons land. Een Rijkswaterstaat kwam vanmiddag met het dringende advies om vooral niet de weg op te gaan in gebieden waar het hard stormde. En door omgewaaide bomen werd zelfs een aantal snelwegen afgesloten. De zomerstorm heeft het leven gekost van een man uit Strijen. Die zat in zijn auto te wachten bij een hotel in Wolfhezen, vlakbij Arnhem, toen er een boom omviel. De boom viel op de bestuurderskant van de auto, precies waar het slachtoffer zat. Hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen te laat. Ja, nu al even naar Gerrit. Hoe uniek is deze storm? Uniek, want dit is in ieder geval de afgelopen ruim 100 jaar niet voorgekomen in Nederland. Dus dat mag je rustig uniek noemen. Op zich niet een hele bijzondere weersituatie. Het is gewoon een depressie geweest die langs trok. Dat gebeurt wel vaker. En hier zien we op de radarbeelden hoe die depressie er in ieder geval qua regen uitzag. Een soort oog in het midden en dat trok geleidelijk naar het oosten toe, ligt inmiddels al boven Duitsland en de regen die is weggetrokken. En precies aan de zuidwestkant van het centrum van het lage drukgebied, daar zat de grote hoeveelheid wind. Dit zijn de maximale windkracht die zich heeft voorgedaan. Windkracht 10 in IJmuiden en ook op heel veel plaatsen windkracht 9. En vooral die windkracht 10 is bijzonder, want dat is dus iets wat zich al een hele tijd, of wat sinds ruim 100 jaar zich niet heeft voorgedaan. En dit de maximale windstoten, 121 km per uur in IJmuiden. En verder ongeveer 110 Stavoren en ook hier bij Hoek van Holland. En dat zijn toch wel uitzonderlijke situaties die eigenlijk in Nederland in de zomer niet voorkomen, Jeroen. Oké. Dankjewel voor nu. Ik spreek je straks graag weer. Als gezegd, de storm veroorzaakte in heel het land veel overlast. Op veel wegen was het gevaarlijk door de harde wind, afgewaaide takken of omgevallen bomen. Zoals hier op de N44 richting Den Haag. In deze waaghals in Zeeland ging de weg op met een caravan. Het werd zeer afgeraden, veel te gevaarlijk. En dit is in Leiden. Een boom viel op een rijdende auto. De passagiers werden met hulp van omstanders uit de wagen gehaald. Door de weersomstandigheden is er zeer beperkt treinverkeer mogelijk vanaf dit station. Ook de treinen hebben last van de storm. Op veel plaatsen raakte het spoor gestremd door omgewaaide bomen of afgewaaide takken. En van en naar Amsterdam Centraal en Den Haag-Holland Spoor konden geen treinen rijden. Bij Holland Spoor dreigde een hijskraan om te vallen. En natuurlijk ook veel hinder voor het vliegverkeer. Hier op Schiphol zijn vluchten uitgevallen, vertraagd of uitgeweken naar andere luchthavens. Op het vliegveld zijn minder banen beschikbaar. Ja, op de weg zorgde de harde wind op veel plekken voor problemen. De A4 was urenlang dicht omdat er bomen en takken op de weg lagen. Ook de A27 bij Lexmond moest dicht door bomen op de weg. En de A6 bij Lelystad moest dicht door een omgewaaide boottrailer. Ook de A20 moest een tijdje dicht richting Hoek van Holland vanaf Haasdijk. En de A44 is naar verwachting nog tot 9 uur vanavond dicht. Ook de A12 bij Reewijk is dicht vanwege omgevallen bomen. Verslaggever Kees van Dam is daar op die A12. Hoe lang gaat dat nog duren, Kees? Ja, dat is eigenlijk nog niet bekend. Kijk, richting Utrecht rijdt het allemaal redelijk door. De meeste rijstroken zijn wel weer vrijgegeven. Maar de andere kant uit, van Utrecht naar Den Haag en Rotterdam, is de weg afgesloten vanaf Woerden tot aan Gouda. Vandaar rode kruisen, zover we kunnen kijken. En dat zal nog wel een tijdje blijven duren, omdat we zojuist een medewerker van de Rijkswaterstaat spraken. Die zei, we zijn druk aan het vegen. Maar wanneer we daarmee klaar mee zijn, is niet te voorspellen. Dankjewel, Kees. En dat betekent dus dat hier op deze weg, ja, als ik nog eventjes mag, op deze weg het nog altijd vrij druk is met allerlei verkeer.
dat dus van de snelweg af moet en binnendoor via allerlei weggetjes moet zien thuis te komen. En dan zul je altijd zien dat het dan nu even heel erg rustig wordt. Oké. Dankjewel voor je uitleg, Kees. Op de A12 van het wegverkeer nu naar het luchtverkeer, naar Schiphol. Verslaggever Gerry Eickhoff is daar. Hoe staat het met de vertragingen, Gerry? Nou, Jeroen, die duren nog onverminderd voort. Ik heb net even gekeken op de borden in de vertrekhal. En bij ongeveer de helft van de vluchten staat dat ze vertraagd zijn. En gemiddeld is dat zo'n 1,5 uur. En eigenlijk is dat al de hele dag zo. Maar niet alleen problemen bij het vertrekkende luchtverkeer. Ook bij de toestellen die binnenkwamen zag je vooral zo'n beetje halverwege de middag tot aan het einde van de middag langs de landingsbaan dat de piloten echt flink aan de bak moesten. Die moesten er hard voor werken om die toestellen zachtjes op de grond te zetten. Ja, en voor piloten is zoiets natuurlijk een uitdaging. Maar heel veel passagiers die vonden dat gefladder en dat gezwabber maar niks. Heel hobbelig. Alle kanten op. Alleen het laatste stuk? Alleen het laatste stuk. Ja, we zeggen niet normaal, hè? Hoe was de sfeer aan boord? Rustig. Ja. Nou ja, te rustig. Te rustig? Ja. Nee, maar wel apart. Ik heb het nog nooit meegemaakt zo. Ja, intussen is het wat het weer betreft hier een stuk rustiger, veel minder wind. Het zonnetje komt er zelfs af en toe even door. Maar toch denk ik dat die vertragingen nog wel behoorlijk lang tot ver in de avond zullen kunnen duren. Want het zijn er gewoon te veel en ze zijn gewoon te ernstig. Dat kun je niet zo makkelijk inlopen. Dat werk je niet zo makkelijk weg. Dank, Gerry Eickhoff. Veel mensen krijgen er op de een of andere manier mee te maken met de julistorm. Amsterdam. Bomen vol in het blad. De storm krijgt de vat op en dan gebeurt er dit bij honderden ganzen. In Den Haag raakt een boom een supermarkt. En een flat wordt getroffen. Dit is in IJmuiden. Waar de een last heeft van de schade, geniet de andere van windsnelheden tot 120 km per uur. De huizen hoge golven in Scheveningen nodigen een enkeling uit het water in te gaan. Een dagje aan het strand in Vlissingen. Het wordt zandhappen, begeleid door het windorgel. Zaterdag is op de campings vaak wisseldag. We hebben een stormman er ook aangezet, dus extra touwtjes eraan vast. Dus, Jongens, wat mij betreft is de kappa. In Friesland namen ze bij het scootje zielen geen risico's. De organisatie van de Zwarte Cross legde een optreden op het hoofdpodium stil. En de befaamde Tilburgse kermis ging later dan gebruikelijk open. En in Rotterdam ging het zomercarnaval niet door. Sinds 1984 is dat carnaval een explosie van kleur en muziek. Met 700.000 toeschouwers, een van de grootste culturele evenementen in ons land. Maar de organisatie durfde het met die windstoten niet aan. Wat een sof in Rotterdam. Op het moment dat de parade door het centrum zou beginnen, is het opruimen in volle gang. Maar het is echt te link. Met name ook voor de 2500 dansers en danseressen die niet gezekerd of de praalwagens zouden rondrijden. Die praalwagens die zijn natuurlijk heel erg mooi aangekleed en er zitten allerlei constructies op. En dat is gewoon niet bestand tegen deze wind. En dus blijven de 25 praalwagens in de hal waar ze de afgelopen tijd zijn gebouwd. Exotisch en creatief. Dit is de wagen van de koningin van het zomercarnaval. En hij is eindelijk af en dan krijg je op het laatste moment toch te horen dat het niet doorgaat. Wat wel aan de ene kant logisch is, maar aan de andere kant is het toch wel heel, heel erg jammer en heel erg rot voor alles en iedereen. Het is gewoon accepteren. Het is beter dit gebeuren dat iets ongeluk gaat gebeuren in de parade. Ja, de natuur. Mensen kunnen niet tegen de natuur. Dus, En dus gaat ook het feest voor de horeca niet door. Onze strop is denk ik zomaar €20.000. Doe maar. De strop, hè? Dus dan heb je nog niks verdiend. Wel enkele duizenden euro's. Wat ik ook, niet alleen de omzetderving wat ik heb, maar ook de investering ook met de mensen die alles gepland hebben om hier te vragen te kunnen helpen. De 31ste editie van het zomercarnaval vindt dus volgend jaar plaats bij ongetwijfeld beter weer. En ga naar nws.nl voor veel meer beelden van de julistorm.
Nu de bombardementen van Turkije op IS in Noord-Syrië. Turkije wil daar veilige zones instellen voor vluchtelingen. En dat moet gebeuren nadat IS is verjaagd. Voor de tweede nacht op rij bombardeerde Turkije IS in Syrië. Maar ze voeren ook bombardementen uit in Noord-Irak op stellingen van de Koerdische PKK. De toestellen stegen op vanaf de luchtmachtbasis Incirlik in het zuidoosten van Turkije. De aanvallen zijn het direct gevolg van de zelfmoordaanslag door IS eerder deze week in de Turkse stad Suruç. En van de moord op twee Turkse agenten door de Koerdische PKK. Voor Turkije is de maat vol. Beide organisaties, IS en de PKK, vormen een bedreiging voor de veiligheid, zegt de Turkse premier. Bu üç terör örgütünün de karargahları, Türkiye'ye dönük planlama yaptığı bütün mekanlar, Türkiye'de kullanmak için depoladıkları bütün silahlar, yok edilene, tasfiye edilene kadar bu operasyonlar gerekirse sürer. Turkije is nu dus niet alleen begonnen met het bombarderen in het noorden van Syrië om IS daar terug te dringen, maar ook in het noorden van Irak. Daar heeft Turkije Koerdische trainingskampen en luchtafweer van de Koerdische PKK bestookt, terwijl Koerdische strijders sinds vorig jaar in Noord-Syrië juist meevechten tegen de gezamenlijke vijand, Islamitische Staat. Correspondent Lucas Waagmeester in Istanbul. Wat betekent het daar voor het strijdtoneel dat de Turken nu ook de Koerden van de PKK aan het bombarderen zijn? Nou, dat betekent vooral dat de Turken het dus kennelijk echt menen, hè, als ze zeggen dat de Koerdische militanten voor hun net zo'n grote vijand zijn als IS. Dat betekent ook dat, ja, wat je hier ziet is echt, hè, dat de Turkse deelname een nieuwe dimensie toevoegt aan die enorme kluwen die de strijd in Irak en Syrië toch al geworden is. Iedereen is al iedereens vijand en dan komt daar ook nog de Turkse luchtmacht bovenop die stellingen van de Koerden op de grond bombardeert. Turkije doet nu mee. Maar je mag je echt afvragen, hè, op deze manier of ja, dat nou echt een toevoeging gaat zijn voor bijvoorbeeld de Amerikanen. Of dat echt van hulp gaat zijn voor de Amerikanen. Of dat het vooral eigenlijk een nieuw blok aan het been gaat worden in de strijd tegen IS. Ja, en hoe komt het binnen Turkije aan dat de PKK wordt aangevallen? Nou, je moet je voorstellen dat er kort geleden nog een vredesproces gaande was tussen de Turkse regering en de Koerdische terreurbeweging PKK. Beide hebben in de afgelopen week dat vredesproces compleet aan diggelen geschoten. De PKK met zijn terreurdaden in Turkije, het Turkse leger met zijn bommen de afgelopen nacht. En het is nou niet zo dat er geen Turken en Koerden te vinden waren die niet ontzettend blij waren dat er na 30 jaar oorlog tussen die twee eindelijk vrede lonkte ergens aan de horizon. Dus dat vredesproces kun je zeggen is echt weer het nieuwste slachtoffer in de oorlog die woedt in Syrië en Irak. Die oorlog woedt daar. Maar die begint dus ook over de grens, buiten het strijdtoneel, op deze manier serieus schade aan te richten. Dat is wat we hier zien gebeuren. Dank, Lucas. Ook vandaag weer lange files op de Franse wegen door vakantiegangers. En in Midden-Frankrijk zijn er nog steeds spontane blokkades van boeren. Die vinden de toezeggingen van de regering onvoldoende. En in schaalvergroting zien de Franse veehouders niet veel. Juist in Frankrijk hoort kleinschalige veeteelt, vinden ze. La Buissonnière, een boerendorp in een groot landbouwgebied bij Lyon. Nooit eerder was Aurélien Perret zo lang weg van het veebedrijf dat hij runt met zijn pa. Maar ook bij dit familiebedrijf is de nood zo hoog dat hij meedeed aan de snelwegblokkades. Soir, on a fait un blocage de 24 heures. C'est la troisième ville de France. C'est pas plaisir, c'est juste voilà, pour avoir un moyen de pression que ça arrive jusqu'au gouvernement français. De 100 koeien hebben het goed hier. Na een week op stal, het was te warm, mogen de eerste dieren weer naar buiten. Vader en zoon houden maar net het hoofd boven water. De knechten die ze hadden zijn inmiddels ontslagen. Door de hoge kosten en de lage melkprijs wordt er steeds minder verdiend. Parce qu'il faut mettre le prix du lait qui correspond déjà au coût de production et il nous faut une augmentation que sinon. Deze familie kiest er bewust voor het bedrijf klein te houden, net als de meeste Franse veehouders. Dat ze daardoor iets minder verdienen, nemen ze op de koop toe. Zij zeggen als de klant iets vaker kiest voor Frans vlees en daar iets meer voor betaalt, zijn wij uit de problemen. La passion ne suffisait plus là. Aujourd'hui, il y avait un ras-le-bol. Tous les éleveurs présents ont la passion en eux-mêmes, mais voilà, la passion ne suffit plus aujourd'hui.
liefde genoeg voor hun vee en het land. Toch zullen veel kleine bedrijven het uiteindelijk niet redden. Want naast goede boeren moeten het betere ondernemers worden. In Roosendaal is gisteravond een fietser opzettelijk aangereden door een automobilist. Daarvoor zouden ze ruzie hebben gehad. De auto reed daarna achteruit over de 27-jarige fietser heen. Die raakte zwaar gewond en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De inmiddels aangehouden bestuurder wordt verdacht van poging tot moord of doodslag. Wie via de kanaaltunnel van Engeland naar Frankrijk wil of andersom, moet rekening houden met fikse vertraging. Het treinverkeer wordt ontregeld door migranten die via de tunnel naar Engeland proberen te komen. Afgelopen nacht reden er daardoor even helemaal geen treinen, met als gevolg lange files. Terwijl de voorronde van het EK voetbal nog bezig is, werd er vanavond alweer geloot voor de kwalificatie van het WK 2018 in Rusland. Nederlands in de groep A. Nederland is ingedeeld als groepshoofd in groep A en speelt tegen Frankrijk, Zweden, Bulgarije, Wit-Rusland en Luxemburg. En de eerste kwalificatiewedstrijden zijn in september 2016. President Obama is op bezoek in Kenia en daar heeft hij bij zijn collega Kenyatta aangedrongen op gelijke rechten voor homo's. Maar Kenyatta wees dat af omdat het niet in de Keniaanse cultuur past. Homoseksualiteit is daar strafbaar. Toch was er veel enthousiasme in Kenia voor de Amerikaanse president. Niaje, wasi. I wanted to be here because Africa is on the move. Africa is one of the fastest growing regions of the world. And obviously this is personal for me. There's a reason why my name is Barack Hussein Obama. My father came from these parts. So this bar was being drunk with people who are learned, like Arvin Skothek, those people are drinking here. And so when he was drinking here, when he was driving at his home, then he got an accident, he died. Voor een bezoek aan het dorp van zijn vader heeft Obama vooralsnog geen tijd. Hij heeft veel te bespreken met de Keniaanse president. Over de aanpak van terreur en economische samenwerking zijn ze het eens. Over de positie van homo's niet. Our culture, our societies don't accept. This is why I repeatedly say that for Kenyans today, the issue of gay rights is really a non-issue. Mensen in Nairobi waren in het begin nogal sceptisch over het ongemak dat dit hoge bezoek met zich zou meebrengen. Maar inmiddels is hier sprake van een bijna euforische en in elk geval zeer trotse stemming. Maar achter de deuren van State House, het werkvertrek van de Keniaanse president, gaan de gesprekken in alle nuchterheid door. Over het verbeteren van de economische betrekkingen en over de strijd tegen het terrorisme. Kees Beroeren. Morgen is er de Champs-Élysées voor de toerrenners. Maar vandaag zou de dag des oordeels worden tijdens de voorlaatste etappe met de finish bovenop Alpe d'Huez. Nummer 2, Quintana, kondigt opnieuw een aanval aan op de gele truidrager Froome. Wordt het dan toch nog spannend? Gisteren pakte Nairo Quintana een halve minuut terug op Froome. En vandaag gaat hij met deze aanval op Alpe d'Huez op zoek naar de resterende 2 minuut 38. En met Froome gaat het de laatste dagen steeds minder goed. Quintana wordt geholpen door ploeggenoten en door de aanmoedigingen van Colombiaanse supporters. Een stukje voor hem rijdt de man die voor de ritzege gaat, de Fransman Pinot. En Froome heeft een slechte dag en hij ziet af, maar hij weet dat Quintana nog steeds niet al te ver uitloopt. Pinot pakt de ritzege en dan gaat de aandacht uit naar de strijd om de gele trui. Exact 3 weken nadat hij op Neeltje Jans 1.28 verspeelde ten opzichte van Chris Froome, blijkt dat Quintana bij de eindafrekening 1 minuut 12 gaat tekortkomen op de gele trui. Want die houdt vandaag alsnog zijn verlies beperkt. Froome wint de Tour, Quintana is tweede en de Nederlanders Geesink en Mollema eindigen met nog 1 ritje voor de boeg in Parijs natuurlijk op 6 en 7. We gaan weer naar Gerrit. Daar ben je weer. Hoe gaat het de komende uren en de komende dagen? Nou, wat de storm betreft hebben we het meeste wel gehad. Dit is de boosdoener, een lage drukgebied die van bovenaf er prachtig uitziet. In ieder geval voor ons als meteorologen. Maar ja, goed, je zal er maar mee te maken hebben gehad.
Het is zo dat inmiddels ligt het centrum van het lage drukgebied al wat verder boven Duitsland. En dit is de actuele situatie in Lauwersoog. Er staat nog een storm, windkracht 9. Voor de rest is de wind al aan het afnemen in het westen en ook in de rest van het land. En dit zijn de windstoten, nog steeds 93 km per uur. Maar u ziet aan de kleur dat het eigenlijk in de rest van het land al aan het afnemen is. Dus in het noorden nog even oppassen. Maar daarna dan zal het ook daar geleidelijk gaan afnemen. We zien ook de regen wegtrekken. Dus uiteindelijk krijgen we een redelijk droge nacht. Alleen in het noorden kan nog een beetje regen vallen. Daar ook de meeste bewolking. In het zuiden klaart het op. En daar kunnen zelfs wat mistbanken ontstaan. Want de wind die gaat helemaal eruit in het zuiden van het land. Dan morgen. Dan begint de dag mooi met zonnige periode. Geen storm meer. Zeker niet. Misschien een enkel buitje. En in de loop van de middag, begin van de middag, begint het dan een beetje te regenen in Zeeuws-Vlaanderen. En dat trekt dan geleidelijk vanuit het zuidwesten naar het noordoosten toe. Dus in het noordoosten, daar morgen de grootste, het langste droog weer. De temperatuur komt uit op een graad of 19 in het noorden tot 22 plaatselijk in het zuiden. Daarna dan hebben we wisselvallig weer op maandag en dinsdag. Op veel plaatsen regen, maar daarna knapt het weer op. Met temperaturen die ook iets oplopen, droog weer met zonnige perioden. Dat was het NOS Journaal van 8 uur. We begonnen met een zware zomerstorm die over ons land trekt. Veel overlast op de weg en op het spoor. Festivals hebben hun programma afgelast of aangepast. Er viel 1 dode in Wolfhezen bij Arnhem toen een boom op een auto viel. Toevallig deze week schreven toonaangevende klimaatdeskundigen een rapport waarin ze voorspellen dat extreme weersomstandigheden veel vaker gaan voorkomen. Meer over dat klimaatrapport vanavond in Nieuwsuur, 10 uur, NPO 2. Graag tot dan. Voor nu, heel fijne avond.